Oh, ik ben benieuwd. Raar en zonde. Ik moet zeggen voor mezelf, ik vond het ook niet grappig. Nee. Dat helpt dan ook niet. Ja, maar dat is de massa. Ze zijn over het paard getild, antidemocratisch en ongeremd. Vandaag bespreken wij de column van Ronald Plasterk over klimaatactivisten. Die is verschenen in De Telegraaf op 3 november 2022. En naast mij zit Simon Weda, klimaatactivist. Maar de titel van de column is Echte doelactivisten is niet het klimaat. Hij beweert dat zij een ander doel hebben dan klimaatbeleid. Nou, ik ben benieuwd. Ik ook. De column begint met een foto waarop het lijkt alsof Ronald Plasterk ons iets uit probeert te leggen dat hij al 100 jaar snapt. En zo klinkt de column ook. En zo klinkt de column, absoluut, ja. Er kwamen twee soorten reacties op het besmeuren en beplakken van het schilderij van Het meisje met de parel van Vermeer. Het schilderij zelf is niet besmeurd en beplakt. Het gaat om de lijst van het schilderij, de glasplaat voor het schilderij en de achterplaat van het schilderij. Dat punt is nu al van belang en dat wordt nog van veel groter belang. Ja, van nog groter die belang. Komt vaker terug. De ene werd verwoord door de VVD-campagneman Jan Driessen. Die schreef, aandacht trekken is geen kunst. Begrip en draagvlak voor je milieuboodschap creëren is dat wel. En hoewel ik de boodschap steun, werkt de actie echt averechts. Ik vraag me dat heel erg af of mensen nu tegen klimaatbeleid zijn, dankzij deze acties. Ik denk ook dat het doel van deze actie is om de discussie zoveel mogelijk op scherp te stellen. Mensen te dwingen om een soort kleur te bekennen. Van, wat vind je dan belangrijker? Hoe ver mag zo'n actie gaan? En als je zegt van, ik vind die kunst belangrijker dan een leefbare planeet of dat klimaat of whatever. Dan heb je een interessant startpunt om het gesprek op voor te borduren. Dat zet de boel op scherp. Ik denk niet dat dit averechts werkt. Zou ik er toe willen voegen, welke grote progressieve veranderingen in de wereld zijn zonder slag of stoot door vriendelijk vragen tot stand gekomen? Ja. Nee, zeker. De andere is het volmondig goedkeuren van de actie. Volkskrant wetenschapsjournalist Asja ten Broeke schreef, maken jullie je meer zorgen over het beschermen van een schilderij of over het beschermen van onze planeet en mensen? Een terechte vraag. Die activisten die onze liefde voor kunst slim hebben gebruikt om ons wakker te schudden, we zouden hun dankbaar moeten zijn. Mijn initiële reactie was niet een van deze twee. Mm-hmm. Mijn reactie was meer dat ik het goed vond dat klimaatactivisten agressief actie voeren en een verstorende actie voeren. Ja. Maar liever met andere doelwitten dan kunst. Ik was ook veel blijer toen ze op Schiphol die privéjets gingen dwarsbomen. Ja. Inmiddels moet ik zeggen, sta ik meer achter deze acties. Nu ik eenmaal weet, volgens mij ook dankzij jou, dat de activisten bewust kunstwerken achter glas hebben uitgekozen. Ja. En dat ze dus dat het feit dat er geen enkel kunstwerk beschadigd is geraakt, geen toeval is. En het lijkt me ook geen toeval overigens dat in een column als deze en in heel veel persberichten niet wordt genoemd. En dat er echt wordt gedaan alsof die dingen vernield worden. Ja, ik had hetzelfde als jij in het begin van kunstliefhebber dit en dat. Maar het was eigenlijk deze column die mij over de streep trok. Hoe verder ik las in deze column, hoe meer ik dacht, oh ja, dat klimaatactivisme op deze manier is eigenlijk heel goed. Dat rammelt aan alle kanten. Is het echt zo dat er geen aandacht is voor klimaat? Het is behoorlijk makkelijk van de schrijver, en dat gaat hij ook vaker doen, om woorden in de mond te leggen van zijn tegenstander en vervolgens daarop in te gaan. Niemand zegt dat er geen aandacht is voor klimaat. Het lijkt erop dat mensen zeggen dat er te weinig aandacht is. Of misschien zelfs leuk de aandacht, maar waar is de actie? Deze week is Klimaatweek. Dat zegt op zich niet zoveel. Nee, de overheid kan een week uitroepen tot Klimaatweek. Ja, probleem opgelost. Er is een mooi overzichtje van verschillende technieken die er zijn om klimaatbeleid te vertragen en uit te stellen. Een tijdje geleden was dat vooral gewoon het ontkennen van het probleem. Inmiddels is dat zo moeilijk geworden dat er wat subtielere gereedschappen tevoorschijn worden gehaald. En één daarvan, staat mooi in dat overzichtje, is individualisme. Oh, ja. En dat zie je ook terug op de website van Klimaatweek. Ja, oké. Okay, wat kun jij doen? Oh ja, ja. Wat kun jij zelf doen? Ja, en andersom, want dat zit dan weer in deze column. Je mag niet komen aan mensen hun individuele recht om een concert te bezoeken, om naar het museum te gaan.
Natuurlijk kun je als individu een bijdrage leveren door energie te besparen en minder te consumeren. Maar zo de nadruk leggen op vrijwillige individuele gedragsverandering is wel dermate ineffectief dat je het kunt zien als een vorm van afleiding eigenlijk. Zeker als het bij een overheid vandaan komt die ondertussen cruciale beleidsmatige stappen weigert te zetten. Op de universiteit, in kranten en televisieprogramma's gaat het nergens anders over. Dat vind ik nogal een schromelijke overdrijving. Ja. Het gaat er meer over dan vroeger. Het gaat er meer over dan vroeger. Dat lijkt hij al meteen ook meer dan genoeg te vinden. Ja. De Postcode Loterij besteedt geld van de Nederlandse burger aan processen om het klimaatbeleid strenger te maken. Ik denk dat Plasterk erop doelt dat Milieudefensie één van de goede doelen is die gesteund worden door de Postcode Loterij. De Postcode Loterij pocht daarover op zijn eigen website. Ja, op hun website staat inderdaad onze missie. Wij werven fondsen voor onze goede doelen en geven bekendheid aan hun werk door het organiseren van een loterij. Dus de goede doelen zijn het doel en een middel is de loterij. Met andere woorden, dat is niet iets wat ze stiekem doen. Wat, zoals het een beetje overkomt hier. Hè? Ze verkopen jou een lotje. En je denkt, oh leuk, een lotje. Ja. En dat, maar dat geld, dan gaan ze mee naar de rechter. Kijk uit. Hoe bedoel je geld van de Nederlandse burger? Je bedoelt geld. Op een gegeven moment, als dat geld wordt overgedragen, vrijwillig, van de Nederlandse burger aan een stichting of zo, dan is het geld dus dan van die stichting, hè? Niet meer van de Nederlandse burger. Maar het concept, van... dat vindt hij ook ingewikkeld. Ja, precies. De Postcode Loterij besteedt geld van de Postcode Loterij. Ja. Dit kabinet heeft een nooit eerder vertoonde geldpot van 35 miljard euro voor klimaatbeleid. Nooit eerder vertoond zegt niet zo heel veel als er tot nu toe bijna niets is gedaan natuurlijk. Dat is bijna 5000 euro per huishouden. Er zijn 7 miljoen huishoudens. In een tijd dat de inflatie de koopkracht van mensen uitholt. 5000 euro per huishouden. Er zijn 7 miljoen huishoudens. Hmm. Nou, is er een andere column die wij toevallig even in onze research zijn tegengekomen, waarin die zegt, er zijn 6 miljoen huishoudens. Hmm. En dan berekent die ook weer met een aantal miljard hoeveel duizend euro ze dan zogenaamd zouden overhouden. Ja, en het laatste cijfer van het CBS was toen en is nog steeds 8,1 miljoen. Dus beide cijfers van Plasterk zijn te laag. Wat betekent dat de geldbedragen die hij noemt te hoog zijn. Dan die 35 miljard euro voor klimaatbeleid is uitgespreid over 10 jaar. Dus dat is niet 5000, maar 500 euro per jaar per huishouden. Ongeveer 42 euro per maand. Dat klinkt alweer een stuk redelijker. Ja. En dan nog, zo werkt het helemaal niet. Het is niet zo dat als dit niet door zou gaan, iedereen die 42 euro per maand zou krijgen. Nee. De inkomsten van de overheid komen niet alleen maar rechtstreeks uit de zak van die huishoudens. Het klopt van geen kanten. Ik vind het heel opvallend in hoe weinig woorden er zoveel afleiding en trucjes en slordigheden zit. Want deze opsomming waar we één voor één doorheen lopen, die staat daar gewoon rats. Je denkt al gauw, één van deze dingen zal wel kloppen. Het is een soort micro-gish-gallop, zou ik zeggen. Ook om dat geld een beetje in perspectief te plaatsen, hebben we wat cijfertjes opgezocht. In 2021 is 31 miljard uitgegeven aan coronamaatregelen. Daar zijn we ook niet allemaal 5000 euro armer van geworden. Nee. Alleen al de kosten van natuurbranden in de EU zijn 2 miljard per jaar. Dus als we dat even naar 10 jaar trekken, is dat 20 miljard. Van rivieroverstromingen 5 miljard per jaar. 50 miljard per 10 jaar dus. En dat zijn allemaal stijgende lijnen natuurlijk met het klimaat. Dus als die overheid niet die 35 miljard euro uit zou trekken, dan zitten we niet op een comfortabele 0 miljard klimaatkosten. Nee, beter om nu kosten te maken en de trend een beetje te dempen. Ja. Dan niks te doen. Ja, om een exponentiële toename van die kosten te voorkomen. Ja. Waarbij die 35 miljard euro niks gaat zijn uiteindelijk. Dan nog kun je je vraagteken stellen bij hoe die wordt besteed. Ik citeer even een artikel van de NOS. Nou, is het weer niet goed? Het is weer niet goed. Ik ben niet tevreden. Even kijken hoor, NOS. Meer dan de helft van dat bedrag, 22 miljard euro, moet de industrie helpen verduurzamen. In ruil daarvoor worden meer resultaten verwacht. De coalitie wil bindende maatwerkafspraken maken met de 10 tot 20 grootste uitstoters van broeikasgassen. Ja. Dat gaat om bedrijven als, hou je vast, Tata Steel, Shell Pernis en Moerdijk en de kolencentrales die nog open zijn. 22 miljard euro van die 35 miljard euro gaat dus naar de grootste vervuilers. Hmm. Zodat zij zich kunnen aanpassen en eigenlijk soort schadeloos de energietransitie door kunnen. En daar zelf
niet, of in ieder geval een stuk minder, in hoeven te investeren. Ja. Het valt me ook op dat er weer maatwerk staat. Dat woord zie ik vaker voorbij komen. En ik vind het hier wel een erg mooi woord voor een overheid die deals sluit met de grootste vervuilers. En dan met iedere vervuiler weer een andere deal. In plaats van regels oplegt aan de grootste vervuilers. Aan tafel gaan zitten met Shell, Tata Steel en kolencentrales. Ja. En dan nou even een compromis vinden. Ja. Van nou, wij willen graag een beter klimaat, maar wat willen jullie eigenlijk? Ze moeten dan wel beloven dat ze met dat geld bepaalde dingen gaan doen en geen andere dingen. Het zal mij benieuwen in hoeverre ze dat ook echt gaan doen. Maar dan zullen mensen mij misschien cynisch vinden. We zullen het zien. We zullen het zien, ja. Dus maar, mijn tip aan elke ondernemer is, ga gauw je uitstoot verhogen, zodat je in die top 20 grootste vervuilers komt. Ja. Want dan kun je aanspraak maken op dit geld. De minister van Financiën twittert constant over klimaatbeleid. Ja, Sigrid Kaag is de minister van Financiën. Die heeft 2 Twitter-accounts. En dan heeft het ministerie ook nog een Twitter-account. Oh, ja. Maar ik denk dat die haar professionele minister Twitter-account hier dan bedoelt. Lijkt me. Nou ja, daar staat af en toe inderdaad een tweet over klimaatbeleid. Ik heb er een aantal gezien, maar ook tweets over andere dingen. Ik vind het constant nogal overdreven, maar er is dan misschien een column voor of zo. Plus een enkele keer over de Ramadan. Staat er nog eventjes dog whistly precies, achter. Ja. Maar laat zich niet uit over inflatie. Is dat zo? Ik googelde even op Sigrid Kaag inflatie. Ja, mijn werk wordt steeds makkelijker eigenlijk. Een NOS-artikel, ministers over inflatie, ik schok ervan, het is vreselijk. Het is vreselijk, zegt minister Kaag van Financiën. Het is echt extreem hoog, ook in de landen om ons heen. En dan zegt ze nog wat meer. In ieder geval, en dat is september. Ja, 30 september, dus ruim een maand voor deze column. Oké, dus klinkt waar onzin. Totaal onjuist. Ja. Maar ik heb er geen tweet over kunnen vinden. Maar dat lijkt me niet zo van belang. De Europese Commissie bestookt de wereld permanent met plannen. Ja, plannen zijn er volop, dat moet ik zeggen. Dat is al een tijdje het geval. Ja, vaak met jaartallen erin. Ja. Waarvan ik blij ben als ik ze haal, zou ik willen. COP27 is geweest. Ja. Ja, COP is een terugkerende klimaatconferentie van de VN. En jij hebt een artikel van de BBC gevonden waarin de voorzitter van de vorige COP wat zorgwekkende conclusies trekt over het resultaat van deze COP. Emissions peaking before 2025, as science tells us, is necessary. Not in this text, said Alok Sharma. Clear follow-through on the phase-down of coal. Not in this text. As well as these limitations, there was also a sharp U-turn on the language around fossil fuels. Dus die taal is bijgesteld om het wat af te zwakken in het nieuwe akkoord. The text now includes a reference to low emissions and renewable energy. Met andere woorden, dat laat een behoorlijke kier om nog wel met fossiele brandstoffen door te gaan, als ze maar wat minder CO2 uitstoten. Ja, al deze dingen die hij aandraagt als jeetje wat veel en hoe durf je nog te klagen. Er wordt meer CO2 uitgestoten dan ooit. Er wordt meer kool gestookt dan ooit. Er wordt meer plastic geproduceerd dan ooit. Er wordt meer vlees geconsumeerd dan ooit. Dan ooit, weet je wel. De trend is de verkeerde kant op. Het verkeerde wordt gedaan. Ja. Je kunt niet stellen dat het genoeg is. Daar weegt een tweet van de minister van Financiën niet tegenop. Het argument dat we ons culturele erfgoed in gevaar moeten brengen omdat er geen aandacht is voor klimaat, is onzinnig. Het reële gevaar was minimaal, als het er al was. En er wordt ook niet gesteld, wederom, dat er geen aandacht is voor klimaat. Er wordt onder de aandacht gebracht dat er te weinig wordt gedaan. Ondanks de toegenomen aandacht. Aandacht zonder actie is een van de uitstelmethodes die vastgesteld worden door de onderzoekers hiernaar. Ja. Er komt nu een kopje. Ongeremd. Dan het middel. Het goede aan deze criminele aanslag is... Ik vind aanslag een te groot woord. Maar ja, we moeten Plasterk nageven dat het strafbaar vandalisme was en dus crimineel. Er volgde ook een strafzaak. 4 maanden cel geëist ook. Hè, dat is aanzienlijk meer dan bijvoorbeeld tegen de blokkeervriezen. Ja, en alle 3 de activisten zijn inmiddels veroordeeld tot 2 maanden cel, waarvan 1 maand voorwaardelijk. Dat iedereen het oordeelsvermogen van deze klimaatactivisten nu goed kan zien. Ze zijn over het paard getild, antidemocratisch en ongeremd. De klimaatactivisten zijn het tegenovergestelde van over het paard getild. Er wordt tegen klimaatacties consequent veel harder opgetreden door de politie dan tegen boerenacties, die veel crimineler, gevaarlijker en antidemocratischer zijn. Maar Plasterk geeft de boeren gelijk in zijn column over stikstof van 8 september. De boeren hebben gelijk dat ze niet accepteren dat hun sector gehalveerd wordt. En de coalitiepartners moeten toegeven dat deze paragraaf in het regeerakkoord niet voldoende doordacht was. En hij wijdt nog niet eens een bijzin
aan, maar dat verzet moet wel legaal zijn of wat dan ook. Ja. Hij lijkt op het moment dat hij dat schrijft niet te denken, misschien kan een boer dit lezen en denken, goh, ik steek nog eens iets in de fik of zo. Ja. Een hooibaal op de snelweg. Ja. Nee, daar maakt zich blijkbaar geen zorgen over. Ja. Maar hier is het front and center. Ja. Heb jij nog enig idee wat betreft de boeren, wat die voor straf hebben gekregen, als er al werd ingegrepen? Ik zou even kunnen kijken. Zullen we even kijken? Werkstraffen tot 100 uur voor protest bij huisminister Van der Wal. Een deel van de betogers die eind juni demonstreerden bij het huis van minister Van der Wal voor stikstof krijgt werkstraffen tot 100 uur en voorwaardelijke celstraffen tot een maand. De rechter in Zutphen noemt het onacceptabel om een politicus thuis op te zoeken met een grote groep. Citaat, dit is zuivere intimidatie. Dus, ja, ik ben geen rechtsgeleerde, maar je zou denken dat op zuivere intimidatie een hogere celstraf staat dan op vandalisme. Want ook al is het een glasplaat, je moet wel iets aan het bekladden. Ik maak toch wel een groot onderscheid tussen beschadiging van voorwerpen, en hier niet eens de kunstvoorwerpen zelf, maar de glasplaat, lijst, en geweldsdreiging richting mensen. En dat is wat de boeren consequent doen, naast materiële schade. Ja, naast reële materiële schade. Ik weet toevallig dat er wat betreft strafmaat in Nederland alleen maar oriëntatiepunten zijn, waar rechters zich niet aan hoeven te houden. Rechters hebben maximale straffen per delict en een minimum van nul. Dus rechters hebben heel veel individuele vrijheid om zelf te bepalen wat de straf gaat zijn. En ik durf eigenlijk al iets verder te gaan dan jij. Ik vind dit heel scheef. En ik denk niet dat dat komt omdat ik een leek ben. Ja. Even kijken hoor. Het OM wilde dat er voorwaardelijke celstraffen van 2 maanden opgelegd zouden worden en pleitte voor werkstraffen van 120 uur. Dus dat is ook opvallend. Mm. Het OM eiste hier al minder dan ze eisten bij deze twee. En ook voorwaardelijk in plaats van niet voorwaardelijk. Ja. Ik herinner me nog boeren die met een tractor dranghekken omver reden. Rakelings langs fietsers. Daar zijn beelden van. Een boer die een politiepaard aanreed van achteren. Een boer die 2 agenten had gegijzeld. Gegijzeld. Op 29 juni vorig jaar trok er een stoet boeren naar Apeldoorn om wat collega's die daar vastzaten op het politiebureau te bevrijden. Toen werd Apeldoorn afgezet om dat te voorkomen. En toen las ik in een, volgens mij ook weer een NOS-artikel daarover, iets van de stoet is tegengehouden en rijdt nu richting Beekbergen. Maar dat was dan eind goed, al goed of zo. Ja. Deze mensen hebben een paar minuten lang in de buurt van een schilderij gestaan. Iets met lijm die waarschijnlijk doodhard is geworden. Ja. Die zijn opgepakt en in de cel gezet. Ja. Kleine update, ik heb na de opname een overzichtje gemaakt van vergrijpen en straffen, zodat je het verschil goed kunt zien. Wat mij het meest opvalt is dat geen enkele van de boeren een onvoorwaardelijke celstraf heeft gekregen. Zelfs niet de boer die 2 agenten gijzelde. En dat alle 3 de klimaatactivisten bij het meisje met de parel een onvoorwaardelijke celstraf hebben gekregen. Zelfs degene die alleen maar stond te filmen op dat moment. Terug naar de aflevering. Ik ben er echt wel uit dat dit niet deugt. Dit verschil. Mm-hmm. Wat ik me wel afvraag is, in hoeverre komt het door affiniteit met de boeren versus gebrek aan affiniteit met die klimaatactivisten, en in hoeverre komt het door angst voor de boeren, omdat de boeren daadwerkelijk gevaarlijker zijn. Antidemocratisch en ongeremd. Ja, ongeremd zijn ze ook totaal niet. Ze kiezen specifiek dingen die geen blijvende schade aanrichten, terwijl klimaatverandering wel degelijk afstevend op een onomkeerbaar probleem. Ja. Dus ik zou het ook begrijpen als ze wel degelijk, qua symboliek, wel degelijk daarvoor zouden gaan. Maar dat doen ze niet. Ze zijn geremd. Ja. En dan antidemocratisch? Nee, wederom. Ze zijn geremd. Ze gebruiken geen geweld. Ze willen de discussie aanzwengelen om de publieke opinie te beïnvloeden, zodat er democratisch verandering plaats kan vinden. Vergeet niet dat Volkert van der G. ook vond dat hij het morele recht had om de afweging te maken wat schadelijker was voor de wereld. Electoraal succes van Pim Fortuyn of het vermoorden van een mens. Dus hier komt de rechtse polder Godwin, Volkert van der G. De klimaatactivisten komen nog niet in de buurt van mensen in gevaar brengen, in tegenstelling tot de boeren bijvoorbeeld. Ja. Maar Plasterk voorspelt al moord. Die moord werd voorafgegaan door acties met taarten die door activisten en scribenten maar wat leuk werden gevonden. Dat het debat toen heel hard werd gevoerd en dat het uit de hand liep, is duidelijk. Maar dat is niet wat dit is. Het zijn mensen die geweldloosheid heel hoog in het vaandel dragen. Ja, en het is niet eens gericht
op een persoon. Want je kunt zeggen, acties met taarten, al dan niet gevuld met viezigheid, daar was ook nog sprake van, kon niet keihard bewezen worden, gericht op een persoon, die zijn een soort eerste stapje in de richting van serieus geweld. Of als je doodskisten of poppen, stroppen meesleept, dat soort dingen, dan kun je misschien een lijn trekken. Ja, leuke voorbeelden, ja. Ja, ik weet, ik kan ze maar even... Gallig neerzetten op dat plein. Soort dingen. Nou ja, dan wordt de beeldtaal opgeroepen van, oké, het heeft iets met de dood te maken. Dat is hier helemaal niet aan de hand. Als je problemen hebt met de status quo, dan ben je al in feite driekwart op weg naar het goedkeuren van de moord op Pim Fortuyn. Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Henry David Thoreau, Rosa Parks, Leo Tolstoy, Thunberg, Dolle Mina's, Aletta Jacobs, Luther, Galileo, de zingende revolutie, de Arabische lente. Iedereen die maar de man die voor de tank ging staan op het plein van de hemelse vrede. Of hier klassiek voorbeeld Antigone, die zich keerde tegen de wetten van het land. Weet je wel, de kogel kwam van hun. Hoe durf je het oneens te zijn met de gevestigde orde? Dit is het glibberige, donkere, kronkelige pad naar moord. Weet u dat wel? Ga zitten op uw kamer en houd uw mond. Je hebt in een rechtsstaat het recht niet om privé te beoordelen of je een aanslag pleegt ter wille van je politieke doel. Ja, dus nu gaan we verder bouwen met aanslagen. Ja, het is al moord geworden. We zijn van rondtoon veranderd. Ja. We gaan van C klein naar G groot. Ja, huppa. We zetten nu mee op moord en dood. Ja. Slag. Je hebt in de rechtsstaat recht niet om privé te beoordelen of je een aanslag pleegt ter wille van je politieke doel. Op zich klopt die zin wel natuurlijk. Dat is niet een recht dat we hebben. Zeker niet als het gaat om een aanslag. Maar ik vind vandalisme geen aanslag. Ik vind dat een te grote. Nee, klopt. En dan, maar goed, dan nog zou je het recht niet hebben, want het is verboden. Het kwaad van eigen richting zit er maar in dat een persoon zich het recht toe-eigent om zelf die afweging te maken. Op het moment dat iemand zich de vraag stelt, is mijn politieke doel zo belangrijk dat ik er deze misdaad voor ga plegen, gaat het fout. Je kunt bij elke aanslag wel een redenering verzinnen. In een goed functionerende democratische rechtsstaat zou ik ook zeggen dat een aanslag op mensen niet geoorloofd is. Ja. Ik kan me in ieder geval zo geen situatie voorstellen waarin ik dat zou goedkeuren. Maar dat betekent niet dat je dus alleen maar met een spandoek op het Malieveld mag gaan staan. Nee. Allerlei verstorende activiteiten en burgerlijke ongehoorzaamheden kunnen prima moreel gerechtvaardigd worden en horen juist thuis in een democratie. En als je niet in een goed functionerende democratische rechtsstaat woont, dan wordt die ruimte nog groter, zou ik zeggen. Ja. Om verstorende of misschien wel gevaarlijke activiteiten te ondernemen. Overigens wil ik ook zeggen, we hebben natuurlijk de Nederlandse wet, maar we hebben ook het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En dat staat, ook al vindt meneer Plasterk dat misschien niet leuk, boven de Nederlandse wet en de Nederlandse grondwet ook. En je kunt wel beargumenteren, en dat wordt ook succesvol beargumenteerd, dat het huidige tekortschietende klimaatbeleid en ook de daden van de fossiele industrie grove mensenrechten schendingen behelzen, met name richting mensen in de toekomst. Ja. Maar ja, ook nou, mensen zo langzamerhand nu. Ook mensen ja. Nu. Ja. Dus een rechter zou misschien kunnen beslissen, wat je hebt gedaan is illegaal, een bepaalde activist, maar je verzet je tegen een schending van een belangrijkere wet dan de wet die je overtreedt. Ja. En ik denk dat dat dan ook bij de strafmaat zeker een rol mag spelen. En in ieder geval een publieke debat. Op dezelfde dag als dit protest bij het meisje met de parel van Vermeer, was er ook een protest bij Shell in Den Haag. Namelijk allemaal mensen die daar langskwamen en namens 24.000 mensen een oproep deden aan Shell. Van, hey, wist je nog die uitspraak over de klimaatdoelstellingen? Waarbij werd vastgesteld van, nou, jullie zullen daaraan mee moeten werken. Ja. Zullen we dat eens gaan doen? Want volgens mij zijn jullie niet echt iets aan het bijstellen. En dat is op twee vlakken interessant. Namelijk één, er is een uitspraak gedaan en daar gebeurt verder niks mee. Nou, dat zegt iets over de rechtsstaat. Waarom wordt daar niet strenger mee omgesprongen? En twee, jij wist dit niet of wel? Nee. Nou ja, voilà. Dat is een protest wat netjes binnen de lijntjes heeft gekleurd. Protest wat meneer Plasterk ongetwijfeld heel fijn vindt. Ja. Want je knippert met je ogen en het is weg. Ja. Je kan het negeren. Ja. En dat is waarom dit een fijne vorm van protest is. Ja. Een goede vorm. Omdat die wel aandacht trekt. De volgende zin, Plasterk? Heel goed. De Volkskrant doet dat. Dus hè, redenering verzinnen bij een aanslag. Door te stellen dat de toekomst van de planeet belangrijker is dan een schilderij. In die verknipte logica is de schade groter als je de actie niet voert dan als je die wel voert. En moet je de actievoerders dus prijzen en bedanken. Volgens mij is dit geen verknipte logica, maar gewoon logica.
Ja, je kan best denk ik stellen dat de toekomst van de planeet belangrijker is dan een schilderij. Ja. Die ja. Dat goed kan stellen. Ja, en dan is er nog niet eens echt een schilderij beschadigd. Maar goed. Ja. Het is natuurlijk waar dat dat niet per se de keuze is. En dat is fijn dat we niet hoeven te kiezen tussen die twee. Maar als wij nog willen kunnen genieten van om het even wat, zij het een schilderij, zij het een wandeling in het park, over 10, 20, 50, 100 jaar, zullen we iets moeten doen. Er wordt gevraagd van, wat heeft die kunst nou te maken met het klimaatvraagstuk? En daar kun je heel veel over zeggen. Bij het schilderij van Vermeer zeiden, of werd er een statement voorgedragen. Mm-hmm. How do you feel? How do you feel when you see something beautiful and priceless being apparently destroyed before your eyes? Hey, wij raken hier aan iets kwetsbaars, schijnbaar, dat zeggen ze nog expliciet bij. Hoe voelt het nou als er schijnbaar iets heel teers en kwetsbaars wordt vernietigd voor uw ogen? Do you feel outraged? Where is that feeling when you see the planet being destroyed before our very eyes? Die emotie zou u ook moeten hebben bij wat er gebeurt met de aarde. Nou, dat is een legitieme vergelijking wat mij betreft. Maar al was die er niet. Het is een manier om aandacht te vragen. Het is een manier om met dit vraagstuk op plekken te komen waar je het niet zou verwachten, waar het misschien niet mag. Omdat dit ons allemaal aangaat. This painting is protected by glass. It's just fine. Ook het feit dat ze de veiligheid van het schilderij heel belangrijk vinden. Dat is het de derde zin. Ja, ze roepen het heel snel. Vulnerable people in the global south. They are not protected. The future of our children is not protected. Hier is waar ze mee kwamen. Dus de metafoor is heel duidelijk. Waarom ze voor kunst kiezen is heel duidelijk. Het volgende kopje zal je verrassen. Eskimo's. Kijk eens. Volgens mij moet je Inuit zeggen, maar... Zo zou je ook, verwijzend naar de jaarlijkse verkeersdoden, de directeur van een autofabriek kunnen doodschieten. Of, omdat Eskimo's op zeehonden jagen, hun dorp kunnen platbranden. Van lijm op een glasplaat waren we al overgestapt naar moord. En nu beginnen we voorzichtig te flirten met genocide. Ja. Hij heeft de bal al het stadion uitgeschoten. Ja. En dan gaat hij nog op de parkeerplaats verder. Ga je achteraan, waar is die bal? Er vindt een stille, nou niet brandstichting bij hun dorpen, maar zeker een groot probleem plaats onder mensen die in de poolregio's wonen. En die proberen we juist tegen te houden. We leven in een democratie. Als je alarmistische opvattingen over klimaat hebt, kun je prima stemmen op politieke partijen die denken dat over 10 jaar de wereld vergaat. Oh. En dat alle andere prioriteiten, goed onderwijs, goede zorg, woningbouw, veiligheid, moeten wijken om de planeet te redden. Ik zou wel willen aantekenen dat dat niet prima kan, omdat er geen enkele politieke partij is die denkt dat over 10 jaar de wereld vergaat. Oh. En dat alle andere prioriteiten, goed onderwijs, goede zorg, woningbouw, veiligheid, moeten wijken om de planeet te redden. Dus dat kan niet. Dat doet hij continu. Een stroomman creëren en een fictieve tegenpartij, een fictieve onredelijke stelling neerzetten die niemand aanhangt en die vervolgens belachelijk maken of onderuit halen. Goede zorg is gebaat bij een goed klimaatbeleid. Duurzame woningen zijn beter dan minder duurzame woningen. Ja. Veiligheid is gebaat bij een stabiel klimaat en goed onderwijs, hoe dat op gespannen voet zou staan met klimaatbeleid, ik zou het echt niet weten. Nee, het is juist om te zorgen dat al die dingen kunnen blijven bestaan, het klimaatbeleid. En ik zou je toch ook nogmaals willen vragen, waar was Plasterk tijdens de criminele en levensgevaarlijke boerenprotesten met dit punt? Hè? Ga maar gewoon stemmen op BBB en FVD. Waarom zegt hij dat niet tegen de boeren? Waarom doet hij net alsof we moeten inleveren op al deze dingen waar we niet op moeten inleveren, maar noemt hij niet de olie? Dat is een interessante, zeker omdat de column later zal gaan draaien om echte doelactivisten is niet het klimaat. Mm-hmm. Is het heel interessant dat hij het nooit heeft over Just Stop Oil, wat op hun shirt staat. Er is geen enkele rechtvaardiging voor aanslagen. Niet op personen, niet op andermans bezittingen en niet op ons erfgoed. Dus nu bouwt hij langzaam weer af, terug naar wat er eigenlijk aan de hand is. En dan maakt hij het nog te groot, want hij blijft het woord aanslagen gebruiken, wat ik hier overdreven en misleidend vind. De acties tegen kunst zijn zeker niet zonder schade. Oké, dus nu lijkt hij ons gehoord te hebben bijna een onderwerp te gaan adresseren. Ja, nou graag. Zelfs als het de restaurateurs lukt om de werken te herstellen. Oké, Plasterk lijkt hier uit te zoomen van de actie bij het meisje met de parel naar alle klimaatacties rond kunst en impliceert dat er werken beschadigd zijn geraakt, mogelijk blijvend beschadigd.
maar uit meerdere artikelen gepubliceerd voor Plastek's column, waaronder dit zeer uitgebreide artikel dat alle werken één voor één afgaat, bleek al dat er geen enkel werk blijvende schade had opgelopen. Dus zelfs als het de restaurateurs lukt om de werken te herstellen, dat lukt. Een beetje googelen toont aan dat dit niet klopt. Heel kwalijk dat dit gewoon wordt getypt door Plasterk en gewoon wordt afgedrukt door de Telegraaf zonder te checken. Ja, vergeet. Want er zit nog een controle op. Het is niet een persoonlijke blog. Het is een krant. Er zit een grote krant boven, ja. Overigens, in het vonnis van een van deze activisten gebruikt de rechter de schok in de maatschappij als argument voor hoe ernstig dit delict was. En die schok zou dan onder meer zijn gebleken uit reacties in de media. Met andere woorden, dergelijke overdrijvingen van de schade in de media zouden wel eens een strafverzwarend effect kunnen hebben gehad. Misschien deze specifieke column net niet, want die verscheen maar één dag voordat dit vonnis werd uitgesproken. Zullen meer schilderijen achter dik glas verdwijnen, wat een barrière opwerpt om de kunst te ervaren? De klimaatactivisten hebben bewust werken uitgekozen die achter glas zaten. Ja. Wat betekent als er meer werken achter glas komen te zitten, dan komen er dus meer werken in aanmerking. Ja. Er is wel één schilderij, daar had iemand een soort poster overheen geplakt en daarbij was het vernis van het schilderij disrupted, verstoord. Ik weet niet precies wat dat betekent. In ieder geval, die verstoring van het vernis wekt bij mij de indruk dat daar misschien geen glas voor zat en toch heeft iemand er iets opgeplakt. Ook dit schilderij ging trouwens de volgende dag weer gewoon op zijn plek, dus wat de verstoring aan het vernis ook precies was, het was in een mum van tijd weer in orde. Je kan ook je afvragen wat een stuk glas afdoet aan de kunstbeleving. Mensen met een bril, hebben die ook minder kunstbeleving? Want, je kan er doorheen zien. De Mona Lisa kun je nu al beter in een boek bekijken dan in het Louvre. Daar ben ik het ergens wel mee eens. Mm. Het is alleen, het haalt zijn argument een beetje onderuit. Waarom zou je per se naar het Louvre gaan? Waar je, ik heb het even opgezocht, er gaan per jaar 10 miljoen mensen ongeveer door het Louvre heen. Mm. En om die reden heb je als bezoeker altijd maar 30 seconden om te kijken naar de Mona Lisa. Terwijl je inderdaad met een mooie print of een goed boek, daar kun je alle tijd voor nemen. Dat die kunstbeleving zo is aangetast, komt in het geval van de Mona Lisa zeker niet door de klimaatactivisten. Ja. Het komt gewoon omdat heel veel mensen het willen zien. Dus een raar voorbeeld. Dankzij deze gekken zullen honderdduizenden mensen voortaan gestoord worden in het genieten van onze kunst. Laat ik even proberen maximaal mee te gaan met Plastek hier. Meer werken achter glas zou een gevolg kunnen zijn. Ja. En dat glas kan een beetje spiegelen of zo. Volgens mij weten ze ook wel goed dat goed te voorkomen. Ja. Maar stel dat er dan iets wordt afgedaan aan de kunstbeleving. Je kunt er misschien iets minder dichtbij komen, ook door beveiliging. Dat is niet te vergelijken met de gevolgen van moord, waar we het net over hadden. En ik vind het ook zeer aanvaardbaar gezien wat er op het spel staat. Dat is een schade waarvan ik vind dat je die wel mag riskeren. Dat brengt ons op de prominente VVD'er Jan Driessen. Die zegt dat hij de manier van actie voeren onverstandig vindt, maar de milieuboodschap steunt. Jan Driessen heeft in VVD-campagnes een grote rol gespeeld en is nog steeds een belangrijke insider in de VVD-top. Zijn mening doet ertoe. Dat wist ik niet, maar dat zal er wel. Maar wat is dan eigenlijk het standpunt van de actievoerders dat Driessen steunt? Nu gaan we naar het laatste kopje. Kerncentrales. De actievoerders zijn daar vaag over. Daar gaat het weer mis. Ja. De actie heette Just Stop Oil. Toch in ieder geval dat stond op de t-shirt van de mensen die zich vastlijmden of die actie voerden bij het meisje met de parel. Ja. Just Stop Oil is een Brits initiatief. Ja. En ik heb op hun website gekeken en daar staat: Just Stop Oil is a coalition of groups working together to ensure that the government commits to ending all new licenses and consents for the exploration, development and production of fossil fuels in the UK. Niet vaag. Het is niet vaag, nee. Het is weer zo'n klassiek retorisch trucje van je houdt je vingers in je oren en ogen dicht en leest er niks over en luistert niet naar wat ze zeggen. En dan zeg je, jullie zijn vaag. Ik lalalala. Ja, precies. Nee, vaag. Ik vind dat statement ook niet vaag. Het statement was helemaal niet zo vaag. Nee. Je kan behoorlijk goed zien wat ze willen, waarom ze deze actie op deze manier doen. Ja. Wat we weten is dat ze wel acties voeren tegen weerloze kunstwerken. Tegen weerloze kunstwerken? Ja. Nee, het is geen betoog tegen kunst of tegen musea. Maar niet naar de bruinkoolmijnen gaan die nu in Duitsland heropend worden door de kernuitstap. Dat is ook weer feitelijk onjuist. Ik heb weer gewoon een NOS-artikel gevonden. Duits dorp bij Roermond verliest strijd tegen bruinkoolmijn. Mm-hmm. Er is een dorp over de grens bij Roermond
waar klimaatactivisten zich verschanst hebben, want de oorspronkelijke bewoners van het dorp zijn al weg, om zich te verzetten tegen de komst van een bruin koolmijn. Ja. Het is gewoon compleet onjuist wat Plasterk schrijft. Ja, dus het is weer of je doet de meest basale research niet, of je liegt. Ja, en bruin koolmijnen zijn net zo weerloos als kunstwerken trouwens. Overigens, ik wil ook nog even een punt maken dat, dat is een beetje een zijdelingspunt, maar Duitsland opent niet alleen kolenmijnen vanwege de kernuitstap, maar ook om snel minder afhankelijk te worden van Russisch gas. Tuurlijk. Ze lijmen zich niet vast aan kerncentrales die in België en Duitsland gesloten worden, waardoor de CO2-uitstoot nodeloos toeneemt. Voor zover ik weet, lijmen ze zich niet vast aan kerncentrales die in België en Duitsland gesloten worden. Denk ik ook. En dat zou kunnen samenhangen met een afkeer van kernenergie, waar ik nog in mee kan ook. Alleen waar ik dan van mening verschil met, nou in ieder geval een deel van de klimaatbeweging, ik weet niet hoe groot dat deel precies is, het nu hals over kop sluiten van kerncentrales die het al draaien, om dan bruinkoolmijnen of steenkoolmijnen te openen, dat vind ik wel een slecht idee. Zeker. En daarom zou ik het ook niet erg vinden als klimaatactivisten zich wel aan kerncentrales zouden vastlijmen, die open moeten blijven in hun ogen. Dat wil niet zeggen dat ze deze acties met kunst niet mogen doen. En het zou kunnen dat deze mensen van Just Stop Oil tegen kernenergie zijn. Maar dat weten we nog niet eens. Nee. Zover is het van huis. Wat we wel kunnen zeggen is dat wat hier nu gesteld is, wat wij hebben gevonden aan statements verder van de organisatie waar zij naar verwijzen, en andere klimaatactivisten die op dezelfde manier actie voeren, hebben we niks gevonden dat antinucleair is. Een kleine nucleaire update. Na de opname heb ik toch één artikel toegestuurd gekregen waarin een activist van Just Stop Oil zich uitspreekt tegen kernenergie. Let wel, tegen de bouw van nieuwe kerncentrales, niet tegen het openhouden van kerncentrales die al draaien en in prima staat zijn. Maar dit was geen officieel statement van de organisatie. Terug naar de aflevering. Ik denk inderdaad het openhouden van wat er al is lijkt me heel verstandig voor nu. Er wordt in het genoemde klimaatfonds ook geld beschikbaar gemaakt voor het openen van twee nieuwe kerncentrales. Maar als ik het goed begrijp zijn we eigenlijk al veel verder met efficiënte groene energie opwekken via wind, zon, andere methodes. Mm-hmm. Die sneller resultaat leveren en minder... waar minder vraagstukken nog aan kleven dan aan kernenergie. Er is een goed debat te voeren, denk ik, over kernenergie. Maar nu deze activisten in het bijzonder, die het daar niet over hebben, vervolgens betichten van waarom hebben jullie niet ook nog dit gedaan of ook nog dat. Ze kunnen niet alles doen. Ik vind het interessant dat hij enerzijds zegt, ze zijn heel vaag. En vervolgens zegt, ik sla hun statements over, maar ik ga wel naar de kerncentrales. Ja. Oh, wat zijn ze vaak? Ik luister niet naar wat ze zeggen. Ja. Oh, ze zullen wel kerncentrales. En je hoort ze niet over de CO2-uitstotende biomassa-centrales, die de enthousiaste steun van klimaatcommissaris Timmermans genieten. Hoor je ze wel over? Weer gewoon artikeltje op milieudefensie.nl over biomassa en waarom we dat niet moeten doen. Ja. Tenminste, waarom we dat niet moeten doen, is een beetje overdreven. Ze maken het genuanceerde punt. Resthout kun je wel gebruiken voor biomassa. Maar als er speciaal bomen gekapt worden om ze te verbranden voor biomassa, dan niet. He, want dan draagt het bij aan ontbossing. Ja. En het argument voor biomassa is altijd van ja, het is een CO2-cyclus. Hè? Bomen slaan CO2 op en dat verbrand je weer. Maar uiteindelijk kom je dan op nul uit. Maar ja, als het resultaat ontbossing is, ja, dan komt er dus wel meer CO2 in de lucht dan er in de bomen opgeslagen wordt, toch? Ja. Zeker het goed? Nog één toevoeging over deze alinea van Plasterk, omdat de problemen toch iets ingewikkelder zijn dan ik aanvankelijk dacht. Het is niet heel duidelijk op welk Zoom-niveau Plasterk hier zit. Bedoelt hij met ze en actievoerders de drie mensen die bij het meisje met de parel stonden? Bedoelt hij mensen van Just Stop Oil? Bedoelt hij klimaatactivisten in bredere zin? Als hij bedoelt de mensen van Just Stop Oil demonstreerden niet bij bruinkoolmijnen en hebben het niet over biomassa, ja, dat zou kunnen kloppen. Maar ze hoeven niet overal tegelijk te demonstreren en het over alles tegelijk te hebben. Daarmee disqualificeer je niet de acties die ze wel gedaan hebben. Als hij bedoelt klimaatactivisten staan niet bij bruinkoolmijnen en hebben het niet over biomassa, dan heeft hij het helemaal mis. En zijn uitspraak over vastlijmen aan kerncentrales is op alle Zoom-niveaus feitelijk juist. Maar wat hij ermee lijkt te impliceren is dat Just Stop Oil of de klimaatbeweging wil dat kerncentrales gesloten worden, ook al betekent dat dat er kolencentrales geopend worden. We hebben geen enkele uitspraak gevonden van iemand van Just Stop Oil die dat zegt. En in de bredere klimaatbeweging zijn er wel volop mensen die dat
lijken te vinden. Maar zijn er ook mensen die dat niet vinden? Om een sterk tegenvoorbeeld te geven, Greta Thunberg, toch een behoorlijk icoon van de klimaatbeweging, vindt net als Simon en ik dat kerncentrales die al draaien gewoon moeten blijven draaien voorlopig. But for the climate issue, are the nuclear power plants the better choice for the time being now? It depends. If we have them already running, I feel that it's a mistake to close them down in order to focus on coal. En ook Greta Thunberg heeft zich niet vastgelijmd aan de kerncentrale, maar dat lijkt me niet de essentie hier. Terug naar de aflevering. Nou, nu gaat hij zo'n beetje naar de afronding toe, hè? Ja. Alles wijst erop dat ze zich meer zorgen maken over kernenergie dan over het klimaat. Dat hun werkelijke doelstelling niet het klimaat is, maar dat ze vinden dat de mensheid, vooral andere mensen, moeten consuminderen. Als mensen zouden consuminderen, wonen allemaal in één kamer met een matras en dat is het, dan zouden ze blijer zijn dan als de klimaatproblematiek wordt opgelost. Ja. Dat is wat hij hier stelt. Ja. Ze willen het klimaatprobleem niet oplossen met iets als kernenergie, want ze willen dat de oplossing is consuminderen. En dat is het eigenlijke doel. He, dus wat hij hier ook impliceert, vind ik, is dat die bezwaren tegen de kernenergie ook niet oprecht zijn. Hij doet hetzelfde in een column over stikstof, waarin hij zegt van ja, ze hebben het over stikstof. Maar eigenlijk willen ze dit andere dingetje. Alsof je het niet voor mogelijk houdt dat iemand oprecht bezig zou zijn met het klimaat. De beweegredenen verdacht maken van de mensen die iets aan klimaat willen doen. Het is een manier van denken die mij doet denken aan complottheorieën. Het is er nog net geen, maar het gaat wel die kant op. Zie je wel? Ja. Ik heb even gecheckt en ze waren inderdaad niet op dat moment bij die kerncentrale. Die eigenhandig weer aan het opstarten. Ja. Dat bewijst alles. In een statement wat meneer Plasterk niet heeft gehoord of kiest te negeren, hebben ze het heel erg over hoe voelt het nou om dit te zien. Dus ze spelen het heel erg op de mens. Ja. Dat is zeker waar. Maar goed, Just Stop Oil roept om geen nieuwe deals en infrastructuur met olie. Dat is niet een oproep aan jou en mij. Ja. Dat is niet een oproep aan de burger, dat is een oproep aan de overheid. Om nu te zeggen, ja, ze doen weer dat consuminderen ding van dat de kleine man weer verantwoordelijkheid moet nemen. Over het algemeen zijn milieubewegingen heel erg bezig met, nee, we willen beleidsmatige aanpassingen. En zo op het oog zijn de doelstellingen van Just Stop Oil dat ook. Die consuminderen sfeer, die proef ik veel meer bij overheidsinitiatieven die Plasterk misschien al veel te ver vindt gaan, maar die op mij overkomen als voornamelijk pappen en nat houden en de indruk wekken dat we iets doen zonder echt iets te doen, dan bij de harde activisten. Ja. En ik krijg ook het idee dat hij zich hier in zijn kaarten laat kijken in zoverre dat hij vooral niet wil consuminderen. Ja. Het zou goed zijn dat vanuit de VVD-top niet gesteld wordt dat men het doel van de acties deelt. Dat zou misschien wel beter overeenkomen met wat de VVD daadwerkelijk doet. Het zou, wat dat betreft zou het goed zijn. Ja. Het zou eerlijk zijn. Ja, het zou eerlijker zijn. Het gaat ineens niet meer over de manier van actie voeren. Het gaat om het doel van de acties. Ja. Dat we dat niet delen. Dus middel en doel zijn totaal verwerpelijk eigenlijk. We zijn er door. Een schoolvoorbeeld van de misleidende retoriek die gebruikt wordt door mensen die klimaatbeleid willen uitstellen of afstellen. Ik krijg het idee na een aantal columns besproken te hebben hier, ik heb niet zo'n hoge pet op van de Telegraaf, zal ik eerlijk zeggen, maar ook publicaties waar ik een iets hogere pet van op heb, lijken te denken dat in columns alles maar moet kunnen. Dat is een mening, hè? Ja, precies. Dat is een mening. En dan mogen dan ook maar ineens leugens instaan. Die mag je best onderbouwen met leugens, hoor. En het punt wordt regelmatig gemaakt van, ja, als we nou zeggen Plasterk, stop maar met je column, want er klopt van alles niet. Ja, dan zijn we toch een censuur aan het plegen eigenlijk, hè? Als dat het standpunt is, dan zou ik willen zeggen, nou, geef dan Simon maar meteen ook een column. Geef mij ook maar meteen een column. Geef heel Nederland maar een column, want je onderdrukt blijkbaar de vrijheid van meningsuiting van iedereen die je niet afdrukt. Nou, daar zullen ze het niet mee eens zijn. Dat bewijst dat dit punt onzin is. Je bent niet verplicht om Plasterk een column te geven. Je bent niet verplicht om, als je hem eenmaal een column gegeven hebt, om die dan ook maar te houden, ook al staat er gevaarlijke onzin in. Je doet gewoon je werk als krant wanneer je op basis van bijvoorbeeld deze column zou zeggen, dat was hem. Ik vind eigenlijk dat de discussie over het klimaat nog op een uitzonderlijk beleefde manier gevoerd wordt, door de klimaatactivisten met name, gezien hoe een enorme misdaad er eigenlijk aan de gang is. Wat er aan de hand is met het klimaat is zo ernstig dat er grove schendingen van mensenrechten al aan de gang zijn en nog veel grovere zullen komen. Dat wil niet zeggen dat wij ons helemaal niet meer hoeven te houden aan Nederlandse wetgeving
als wij maar denken dat er misschien een mensenrecht in het geding is. Maar het geeft wel even een idee van de proporties dat wat deze klimaatactivisten aan de kaak stellen wel belangrijker is dan een of andere Nederlandse wet die zegt dat je geen graffiti mag spuiten op een bushalte. Ja. Stel dat er meer stemmen gaan naar partijen die niets willen doen met het klimaat, die dat niet willen aanpakken. Dan zeggen wij nu, ja, dan heeft de democratie geen gelijk. En moet de overheid, de democratisch verkozen overheid, gedwongen worden tot ons inzicht te komen. Ja, het is een interessante kwestie. Ik bedoel, als je even terugspoelt naar de slavernij in de VS. Mm-hmm. Hè, laten we even aannemen dat er een periode was waarin een merendeel van de Amerikaanse bevolking het oké vond dat die er was. De meerderheid van de witte bevolking. Ja, zeker. Van de mensen die toen als burger golden in ieder geval. Ja. Er waren toen ook mensen die niet alleen maar schreven dat de slavernij afgeschaft moest worden, maar die met geweld slaven gingen bevrijden. Een hele prominente man van wie ik de naam kwijt ben, maar ik kan hem vast wel in beeld brengen. Je kunt je in die situatie afvragen van oké, het is op dit moment legaal. Mag je dan dus niet slaven gaan bevrijden? Of heb je andersom de plicht om wel slaven te bevrijden? Ja. En misschien is slaven net een lastig punt, omdat de slaven dus niet dan mogen stemmen. Dus nee, het instituut ondergraaft het democratische proces juist. Je kunt hier zeggen dat wij onze westerse problemen, Nederlandse problemen, exporteren naar het buitenland. Exporteren naar de toekomst. Ja, ja. Dat wij hier nog relatief, het zit er aan te komen, maar relatief weinig last hebben gehad van klimaatverandering. Omdat binnen onze democratie die mensen die de gevolgen hebben van onze uitstoot enzovoort niet mee mogen stemmen. Die mogen niet meestemmen bij ons over hoeveel CO2 wij uitstoten, waarmee wij hun leven vernachelen. Ja. In ieder geval moeten we aanvaarden dat op dit moment een wereldwijde catastrofale misdaad gaande is tegen bijna al het leven op aarde, inclusief de mens zelf. Mm-hmm. En dat de Nederlandse democratie tot op heden zegt, wij gaan daar niet zoveel aan doen. En dan is vervolgens inderdaad de vraag, als iemand die zich dat realiseert, wat ga je doen? Ga je gewoon Partij voor de Dieren stemmen en that's it? Of dat niet eens? Mm-hmm. Ga je meelopen in een klimaatmars waar dan één NOS-artikeltje over komt? Eén itempje en dat was het weer. Of ga je toch een paar wetten overtreden? Ja, zoals deze mensen hebben gedaan. Op een heel geremde manier.